daarin hebben wij als staat, als land, politiek gefaald. En dan kijk ik naar alle andere regeringen die hebben gezeten in de periode 1982 tot 2019. Omdat verschillende beleidsmakers hebben de kans gehad om wetgeving in place te brengen. Om te voorkomen dat mensen die verdacht waren van bepaalde zaken, dat die mensen bepaalde functies zouden kunnen bekleden. Dat is echt, zonder om de partijen een natrap te geven, Nieuw Front heeft zijn werk niet gedaan. We moeten het gewoon zeggen. Nieuw Front doet er ook een punt. Want ze hadden de gelegenheid om wetgeving te slaan om dit te voorkomen. De NDP heeft als politieke partij gezegd, je kan geen partijvoorzitter zijn en president omdat je twee petten op hebt. Dat heeft de NDP zo vaak gezegd in de tijd waarop Ronald Venetiaan de president was van Suriname. Wel, nu is diezelfde NDP-voorzitter ook de president van het land. Dus hij heeft ook twee petten op. Dus zelfs die verandering die de NDP had aangegeven om die scheiding te kunnen brengen, hebben ze niet gebracht. Maar de politieke partijen, de constellaties die hebben aangezeten, hadden dit moeten zien komen. Maar men had niet daaraan gedacht en daar zitten we nu ermee. En daarom vind ik, persoonlijk mijn mening, ook als we nu roepen, die man heeft een vonnis, hij mag niet op. Ik vind, als we dat wilden, zo graag gewild hadden, hadden we dat moeten regelen bij wet. Maar we hebben dat niet gedaan. En als we dat niet hebben gedaan, dan kan je niet beroepen op een mening, maar je moet het onderbouwen met, op basis van dit artikel en dit artikel, mag zo iemand niet in een functie komen, dan waren we nooit in deze positie gekomen. Want ik bedoel, er zijn toch geloofsbrieven die moeten worden onderzocht. Er is toch een antecedentenonderzoek dat wordt gedaan. Als iemand solliciteert om politieagent te worden, doet men zo'n een antecedentenonderzoek om alles van je te weten, alleen om het korps te beschermen. Wel, de mensen die het hebben toegelaten, dat Desiree Delano Bouterse DNA-kandidaat mag worden, die zijn verantwoordelijk. De mensen die het hebben toegelaten, dat de wetgeving nooit is veranderd, dat Desiree Delano Bouterse als ook nog verdachte, ook nog president mag worden, die moeten nu naar zichzelf kijken en zeggen van wat hebben wij toen niet gedaan. Om nu te zeggen van, ja, die man zou moeten aftreden, dat is nergens in de wet geschreven. En we hebben ook geen mogelijkheden die zeggen van, als je bepaalde zaken hebt gepleegd, concreet, niet dat ding van handelingen tegen de grondwet, want natuurlijk kan je het zo zeggen van, een moord plegen is een handeling tegen de grondwet, toch? Maar ook een moordenaar heeft recht op een eerlijk proces. En zolang dat proces niet is voltooid, kan die man zich nog beroepen op status van verdachte. Net zoals men nu probeert aan te geven, dat met het tekenen van verzet, dat de veroordeelde dan nu weer de status van verdachte heeft. Dit alles kon voorkomen worden als de politieke partijen, de coalities die de macht hebben gehad tussen 82 en nu, ervoor hadden gezorgd dat er wel duidelijke wetgeving was geslagen hierover.